ook gevraagd in een van de comments van hoe werkt dat, zo'n bardienst draaien. Goedemorgen allemaal, deze donderdag. Deze, ja, het is wel een mooie donderdag volgens mij. Het is een beetje wolkt, maar ook blauw. De temperatuur is goed, net even stiekem in de tuin gevoeld. Doet wel hard waaien, ook de deur waait dicht. Poedekinders hebben net eten. Een zwarte vriend van mij heeft het net op. Eerst wat koffie. Ik lag er redelijk laat in. Na de gewone streamen ging iemand anders te streamen met PvP. Dus zeg maar de vechtvorm van Ark. Goeie genade. Wat is dat zo zeg. Geweldig om naar te kijken. Maar ja, plan de campagne voor vandaag. Ja, en het gewoon dagelijkse dingen. Maar ja, ik ga het eerst mijn laptop opstarten. Voor ook de dagelijkse dingen die ik op mijn laptop moet doen 's ochtends. En dan gaan we eens kijken wat de dag verder gaat brengen. Jezus, ik ben al niet helemaal wakker. Maar ik wens jullie in ieder geval een hele fijne dag. En ik zie jullie gewoon later. Chesten voor de tweede keer uitgelaten. En alles is voor de rest in huis gedaan. Dus ik ga nou lekker buiten, lekker de comments beantwoorden en vlogje uploaden. Nou, hij is helemaal blij. Ik denk, oh, die staat tegen die vlogcamera aan te praten. Dan kan ik wel even gaan spelen. Maar hij is net buiten geweest. Maar ja, ik ga even nog even in de tuin genieten. Zolang het kan van het zonnetje. Lang genoeg weer binnen gezeten. Dus ik zie jullie straks. Lekker aandacht aan jullie besteden van de comments. Zo, de baas is ook weer thuis. Dus een lekker bakje koffie. En we hebben nog een sausijzenbroodje goed voor gisteren. Dus die gaan we maar eens aan geven. Kijk eens eens, meneer. Dank u wel, mevrouw. De service, hè. Komt binnen uit zijn werk. Hop, gelijk aan de koffie en aan de lekkere broodje. En als ik naar hem kijk, is hij flink moe. Neem hem ook maar niet in beeld. Maar ja, we gaan even de dag bij kletsen. En dan zien we wel weer verder. Naar de winkel, even snel heen en weer. Nou, jullie hebben ons zwembad op zien ruimen. Oh, wat heb ik dan in één keer ook ruimte in de tuin. Heerlijk. Chester helemaal blij, heb je alle ruimte om met zijn bal te spelen. Het is bijna 19:30, tijd voor de livestream. Cobra op Twitch. Barbers is weer gezellig terug. Is een paar dagen in Engeland geweest met de kinderen. Hey jongens, jullie horen mij heel vaak over die livestreams. Maar ik kijk gewoon geen televisie 's avonds. Een ander zit lang uit op de bank televisie te kijken, of series te volgen, of films te kijken, of zelf te gamen. En ik kijk dan die livestreams. Altijd gezellig, altijd wat te kletsen. En Ark is gewoon een hele leuke game om te volgen. Ik ben weer benieuwd wat er vandaag gaat gebeuren, want ze hadden weinig wilde dieren meer op de server. Maar Scorst is Scorpion zijn eigen server, dus die had na een update van Ark weer het een en ander opnieuw toegevoegd. Dus nu schijnen de wilde dieren voor de basis te staan. Dus dat wordt
wordt natuurlijk vanavond weer dood en verderf. En dus lachen. Dan hebben wij de strippenkaarten bij de hand. Waarop wij de stripjes afvinken. Op het moment dat er iemand doodgaat. Er werd ook gevraagd in een van de comments van hoe werkt dat zo'n bardienst draaien. Je hebt een chat naast de livestream. En de kijkers kunnen daar chatten. En als je kijkt hoef je niet te chatten. Maar het is natuurlijk wel even leuk als je even laat weten dat je er bent. En tijdens het gamen, zeg maar, hebben ze een pauze om te drinken te pakken of even naar het toilet te gaan. Dan hebben ze een pauzescherm. En dat is dus een foyer. Bij GoPro is dat van een bioscoop. En bij Scorps is dat gewoon echt een bar. Bij Barbers is het ook een bar. En eigenlijk is het geintje zo ontstaan op het moment dat dus zo'n bar in beeld komt tijdens de pauze. Ik dus de mensen voorzien van wat te drinken in de chat. Dus dan zeg je nou, wat willen jullie hebben? En dan roept er eentje een biertje, de ander roept een colaatje, de ander roept een frikandelletje speciaal. De bitterballen worden op de bar gezet en gaan ze maar verder. Dus dat is gewoon humor, dat is lachen. En zo houden we de mensen bezig als het pauzescherm erop staat. Dus ik denk, nou, ik zal het eventjes zo uitleggen. Maar ik ga heel even snel naar de winkel. Willem heeft trek in Bami. Nou, ben ik niet van de nasi. Dus ik ga gewoon een kant-en-klaar maaltijd Bami voor hem halen. Dan gaat hij gewoon een eitje opbakken en binnensaus bij doen. Ik zal een zakje kroepoek voor hem meenemen. En ik ga lekker een maaltijd salade eten. Met trek in. En dat is dan toch gezond. En het kost geen moeite. Je trekt de bak open en klaar. Lui zijn wij. We hebben gewoon allebei geen zin om te koken. Er moet echt een oplossing komen voor die plaat. Want ik vind koken hartstikke leuk, maar niet op die plaat. Ik heb gewoon geen zin om er een uur over te doen om bijvoorbeeld aardappels te koken. Waar je normaal gesproken, laten we zeggen, 25 minuten over doet. En dan nog tot het bij moeten blijven staan. Zodra die plaat vervangen of gerepareerd of wat dan ook is, dan gaan we weer gewoon aan de bak met koken. Maar ik ben er. Ik ga snel naar boven. Ik zie jullie zo meteen als ik weer terug ga. Tot zo! En weer in de tuut. Nou loop ik net naar boven en denk ik, ik wil wat tegen jullie zeggen. En ik weet het al niet meer. Het zal de leeftijd wel zijn. Wat was dat? Dat was het. Morgen, hè, begint natuurlijk weer het hele Formule 1 circus. En daar heb ik zoveel zin in. Dat ik als vanavond de livestream voorbij is, gewoon de vlog van zaterdag alvast af ga maken. Zodat ik morgen meer tijd heb om in huis wat te doen en de trainingen te volgen. Want ja, morgenochtend om 10 uur heb je de eerste vrije training en om 2 uur de tweede. En die willen wij natuurlijk al gewoon zien na 3 weken afkicken. Ik zag net al foto's op Twitter voorbij komen dat het al aardig druk is met Nederlanders op Spa. Er worden 100.000 mensen verwacht. Waarvan Max Verstappen vanmiddag in de persconferentie zei dat ongeveer 80.000 Nederlanders zullen zijn. Het moet toch één groot oranje feest worden. Laten we ook hopen dat het een feestje is. Dat het niet weer uitvalt of er start wat gebeurt. Of zou het wel erg fijn zijn als die gewoon weer uit kan rijden. Dat de tweede helft van het seizoen alleen maar positiviteit is. Dus dat zou ik zeggen. Ik ben vandaag met zoveel verschillende dingen bezig geweest. Dat ik het idee had dat ik überhaupt niets gedaan heb. Kennen jullie dat gevoel? Dat je zoveel verschillende dingen doet. Dat je het idee hebt dat je van alles maar wat gedaan hebt. En dat het eigenlijk allemaal nutteloos geweest is. Maar het maakt niet uit. De tijd ging lekker snel. Lekker nog een stuk met je hond naar buiten geweest. Maar ik denk, nou, dat heb ik vorige week al een paar keer laten zien. Tenminste, wat ik nu dan zeg maar weer in de vlogs heb gezien. Maar ik denk, nou, dat ga ik niet weer allemaal filmen. Als jullie dat wel gewoon altijd willen zien als ik hem meeneem, laat het dan even weten in de comments. Want dan weet ik dat ik dat gewoon kan filmen. Want nu heb ik af en toe zoiets van, nee, ga ik niet weer laten zien. Zo, wij zijn weer zo houden. Zo, weer binnen. Wat hebben we meegenomen? Die waren in de aanbieding. 2 voor een euro. Dus die heb ik maar meegenomen. Deze heb ik meegenomen in opdracht van Willem. Die is op. Vind ik zelf ook lekker hoor. Zeker als die pot bijna leeg is. Voor Willem de Bami met de kroepel. En voor mij dezelfde maaltijdsalade als die ik vorige keer had. De Mexicaanse maaltijdsalade. Wat ik er zelf nog even doorheen gooi, is een klein blikje mais. Vind ik zo lekker. Dus ik ga een vork pakken en ik ga het lekker mengen. Kijk, zo ziet het eruit. En een zakje dressing. En een zakje tortilla chippies. Kip. Die knallen wij er gewoon doorheen. Husselen. Ik zou zeggen, bon appetit. En Willem gaat zelf aan de koekeren over zijn was. Bami. Ja, daar gaat hij hoor. Daar gaat hij. In de apotheek staat dat binnensaus. Dus ik ga luisteren in. Later. Dan hier nog even afsluiting van de vlog. Lekker avondje gehad vanavond. In de livestream bij Cobra. Pas om.
half 1 afgelopen, dus Willem was al naar boven. Ik heb net de hond nog even uitgelaten. Het is zalig buiten, het is echt heerlijk. Het lijkt alsof het de eerste echte zomerweek is. Dat het ook gewoon 's avonds laat nog lekker is buiten. Maar ja, dan morgen nog één dagje, is dan weer weekend. Morgenochtend de eerste vrije training van de Formule 1. Heel benieuwd. En ik ben ook heel benieuwd hoe jullie morgen de vlog gaan ontvangen. Dus dat is best wel weer een persoonlijk tintje erin. Dus de vlog van die jullie afgelopen vrijdag hebben gezien. Maar ja, dat zullen we zien aan de comments die erop gaan komen. Ik ga nu naar mijn mandje. Ik wens jullie een hele fijne ochtend, fijne middag, fijne avond. Have fun, geniet en tot vlogs.